tegen Gary Anderson. Point Arena in Cardiff. Dit is de uitgangssituatie voor James Wade en Gary Anderson. Ze zijn duidelijk niet in gevaar om te degraderen. Integendeel, ze strijden om een plek bij de beste vier. En ze maken even een lolletje. Anderson staat op de derde plaats op dit moment na 6 overwinningen op rij. Dat is de beste serie die hij ooit heeft neergezet in de Premier League. En James Wade, die vorige week in Liverpool er niet bij was omdat hij een weekje vrij had, deed het in de weken daarvoor ook zeker niet slecht met 3 overwinningen op rij. En het is Wade die vandaag gaat beginnen. Jacques Nieuwlaat, jouw verwachtingen van deze wedstrijd? Ja, het is een beetje het middenstuk van de Premier League, moet je zeggen. Judgment Night is voor deze twee mannen van geen enkel belang. Je kijkt al voorzichtig vooruit natuurlijk richting de play-offs. Maar er is voor deze mannen niet echt een gevaar nog. Als je deze wedstrijd verliest, ja goed, je wint hem liever, maar als je verliest is het niet zo heel erg. En dus zie je vaak in het midden van die Premier League, weken 8, 9, 10 zeg maar, zie je dat er vaak wat minder wordt gespeeld. Zeker als de toppers tegen elkaar spelen. Dus ik verwacht eigenlijk dat dit misschien wel niet zo'n heel groot spektakel gaat worden. In deze 17e onderlinge ontmoeting op één groot toernooi. Waarbij het zo is dat Anderson 9 keer won, Wade 6 keer en dat 1 wedstrijd in een gelijkspel eindigde. Maar waarbij het ook zo is dat Wade in 2015 en in 2016 niet gewonnen heeft van Gary Anderson op een groot toernooi. Vorig jaar speelde ze een keer gelijk. Dat was het enige gelijkspel in de Premier League. Voor het overgestaande in die 2 jaren 3 overwinningen voor Gary Anderson. De laatste ligt natuurlijk nog redelijk vers in het geheugen. De kwartfinale van het WK 5-1 voor de latere
prolongerend wereldkampioen in sets. Wade gooit geen 160 uit om zijn eigen lek te houden. Dus gaat Anderson op voor de eerste break. Triple 20, dubbel 4. Wel de triple 20, maar niet de dubbel 4. Pijl 17 van James Wade. Nou, pijl 18 moet er dan echt wel in. Nou, beide mannen de eerste twee darts op de dubbel gemist. En die is ook niet in geraak. Hetzelfde geldt voor die. En hetzelfde geldt voor die. Twintig. Is het magische getal. En het is toch nog 1-0 voor de man die die lek ook begonnen was. Ja, Vincent refereerde er al even aan. Het afgelopen weekend speelden veel van deze mannen in Duitsland, in München om precies te zijn. Tijdens de German Darts Masters, een van de Eurotour toernooien. Waarvan wij daar natuurlijk eentje in Venray hebben gehad onlangs. Een beetje een raar toernooi, met name voor Gary Anderson. Want die speelde eigenlijk heel sterk dat toernooi. Won zijn eerste twee partijtjes op overtuigende wijze. Met 107 gemiddeld van Daryl Gurney bijvoorbeeld. En daarna nog een keer 102 gemiddeld tegen William O'Connor. Toen moest hij in de kwartfinale tegen Joe Cullen. Die had overigens eerder al James Wade uitgeschakeld, Joe Cullen. En dan gooide hij helemaal niks. Maar als ik dan zeg helemaal niks, onder de 80 gemiddeld, verliest die wedstrijd met 6-0. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb Anderson vaak zien spelen. Ik heb hem nog nooit zo slecht zien spelen. Nou, beter voor hem dat hij dat dan in München doet, ja, dan hier lijkt me. Maar het was wel onverklaarbaar, want 's middags had hij dus gewoon nog goed gespeeld. En 's avonds was het ineens helemaal niks meer. 99. Heb je hem nog gesproken toevallig daarna? Ja, daarvoor daarna. Ja, Anderson is wat dat betreft wel een fijne dartspeler geworden. Als je kijkt naar zijn instelling. 100. Een overwinning doet hem niet veel, een nederlaag doet hem ook niet veel. Hij herstelt heel makkelijk tegenwoordig van nederlagen. Dus hij heeft zich er niet heel druk over gemaakt? Nee, absoluut niet. Had hij de verklaring voor? Nee, ook helemaal niet. En ze ging gewoon niet. James Wade gooit ook de triple 15 en mag dan naar tops. 125. Dat scheelt niet veel. Dat zeg ik. Ja, de man die nog dreigde op achterstand te komen in de eerste leg staat nu toch 2-0 voor. Ja, Anderson die tot nu toe in de Premier League toch finished tegen een percentage van 40%. Vandaag voorlopig 0 uit 7. ...34 voor Gary Anderson in de leg die James Wade is begonnen. Dat is toch wel een goede beurt van Wade. Maar Anderson begint goed. Stops voor een 134, nee. Hij heeft dan wel zijn eerste dubbel geraakt, maar dat was nog niet een dubbel om te finishen. Wade gaat naar bullseye. Nee, gaat naar dubbel 7. Want hij gooit de triple 18. Zo,
Kon hij meer in het midden? Ik denk het niet. Je hebt dubbel 7 en je hebt dubbel 7. Dat was echt een dubbel 7 voor James Wade. Daar staat 3-0 voor. 100. Twee weken geleden speelde Wade dus zijn laatste wedstrijd in Premier League verband tegen Robert Thornton. 96. Een wedstrijd die tot 4-3 regelmatig verliep in het voordeel van Wade. Want daarna liep hij weg naar 6-3. Dat voordeel gaf hij ook niet meer weg. En wat ook wel opmerkelijk is trouwens, is dat James Wade elk van zijn laatste drie wedstrijden die hij gegooid heeft, die hij dus ook allemaal gewonnen heeft, boven de 100 gemiddeld heeft gegooid. Eén keer eerder in de Premier League, terwijl Gary Anderson de eerste 180 van deze wedstrijd gooit, had James Wade een serie van 4 wedstrijden op rij in de Premier League waarin hij boven de 100 gemiddeld gooide. Maar dat was in zijn debuutseizoen in 2008. Dus ook hij is lekker bezig. 92. Nou, langzaam maar zeker komt de druk natuurlijk op Gary Anderson te staan. Die heeft al wat dubbels gemist. Zou hij het hier nog een triple kan pakken? Nee, dat doet hij niet. Blijft dus wat ver weg bij Anderson. Triple 19 voor dubbel 8. Voor de schot. Triple 19. Hij mist wel ruim af. Dat is echte centimeters hoor. Geen millimeters. Wade heeft de eerste erin zitten. Triple 19 voor dubbel 12. Nee. 93. You require 8. Oh. Ja, niet dubbel 8. 8. Ja, dat kon wel eens een pijnlijke misser worden van Gary Anderson. 28. Gary, you require 8. Ja. Dat is dubbel 4, Gary Anderson. Daar zit hij. Ja, daaraan merk je toch dat hij er ook vandaag weer niet helemaal bij is, hoor. Hij moet weer naar dubbel 1 en nu gooit hij hem wel. En hij komt op het scorebord. Proost. Ja, het is een teken dat je niet geconcentreerd bent, dit soort dingen. Kijk, dit valt toch behoorlijk tegen. Vooral natuurlijk van Anderson. Ook Wade is daar niet briljant. 137. Ja goed, als je het voor Anderson positief wil bekijken, kun je zeggen dat hij maar één break achterloopt. Dus die break in de tweede leg. 100. Beide mannen hebben trouwens niet een super positief record in Cardiff, maar daarover zo dadelijk meer. Hoe heet er 121? Naar dubbel 14. De dubbels zijn vandaag voorlopig niet snaarsterk. Scherp. Anderson gaat naar tops. En die is weer niet raak. Dus nu 1 uit 14 voor Gary Anderson. Wade houdt de leg en leidt met 4-1. Anderson speelde 5 keer eerder in Cardiff. Won 2 keer, verloor 3 keer vorig jaar. Dan was het hier week 12 en speelde hij 2 keer. Won die met 7-5 van Michael van Gerwen en verloor die met 7-1 van Steven Bunting. Dat gaan we vanaf volgende week weer krijgen, hè? Dat spelers 2 keer moeten spelen op een avond. Ja, dat vinden heel veel spelers heel lastig. Laten we zeggen dat het vorig jaar voor hem een wisselend resultaat was in Cardiff. En Wade, die had vorig jaar een zeer teleurstellend resultaat in Cardiff. Hij verloor namelijk met 7-0 van Michael van Gerwen. De tweede voor Anderson, zijn 24e van dit toernooi.
penalty. Gary Maguire, 92. Geen triple gevonden voor Anderson. Dus weer zo'n kansje voor James Wade. Het zijn wel hele hoge finishes waar hij iedere keer op uitkomt. Maar ja, hij heeft wel een keer een pijl op topschat op 145. Wade speelde hier al 7 keer. Won 2, verloor 4. Speelde 1 gelijk. Ja, op basis van die break in de tweede leg blijft Wade lekker aan de touwtjes trekken in deze partij. Moet dat wel blijven doen natuurlijk. 16. Nou, hier is nog niks veranderd. Ja, het lek zal dus iets veranderd. Maar er zijn nog geen punten binnen. Ja, en vandaag draait het dus om die onderste drie mannen. Thornton, Chisnell en Smith. Twee komen niet terug volgende week. 100. Wij zouden u overigens graag zo tussendoor even de gemiddelde geven van deze wedstrijd. Maar helaas heeft het scorebord besloten om er al een paar pijlen de brui aan te geven. Maar ik denk niet dat het heel hoge gemiddelden zijn, Jacques. Nee, dat denk ik ook niet. Het is altijd traditioneel een beetje in Cardiff ook. Daar is het internet op de een of andere manier nog niet doorgedrongen of niet snel genoeg. Ieder jaar loopt het vast in Cardiff. Het zal wel. Er zit een man ontzettend hard te trappen op een home trainer om dat aan de gang te houden. Maar af en toe moet hij natuurlijk even een slokje nemen. 98. Gary Ewing was 63. Weer kansen voor Anderson op de break. Gaat naar dubbel 12. Ja, en nu heeft hij hem een keer te pakken. Ja, Anderson scoort al een tijdje beter dan Wade. Het is nu pas dat hij dat ook omzet in een break. 95. En dan weet Anderson ook wat zijn volgende opdracht is. En dat is de leg houden. Maar ja, dan is hij die leg begonnen. En dan vindt James Wade het wel een mooi moment om zijn eerste maximale score van de wedstrijd te gooien. En zijn 22e van het toernooi. Daar loopt hij er dus 2 achter. Op Anderson. Oh, wacht even. 100. Nee, het bleef bij 4 perfecte pijlen. 58. 60. Nou, 92 om 95. Het valt eigenlijk nog wel mee. Gaat rap omhoog bij Anderson, die ook in deze leg een 180 produceert, zijn derde. Maar hier is Wade. Die grijpt zijn kans op de 161 niet. 130. Gary Ewing 28. Oei, dubbel 7. Gary Anderson. 1 pijl. Ja, die gaat erin. En we kunnen weer helemaal overnieuw beginnen. We hebben nog vier legs in de aanbieding. 4 legs. Maximaal. Minimaal 3. 60. Ja, vorige week was het ook al zo'n week. Toen werden van de 60 mogelijke legs er 59 gespeeld. Waar voor je geld? De mannen beginnen warm te worden. 57. Ja, de statistieken in deze Premier League van deze beide heren zijn redelijk gelijk. Wade gemiddeld 99, Anderson 100. 100. Finishpercentages. Wade 42, Anderson 41. Aantal 180ers. Loopt Wade heel klein beetje maar achter. Dat op zich ook wel weer opmerkelijk is.
161. Volgens mij voor de tweede leg op rij. En gaat het ook voor de tweede leg op rij. Die eerste pijl mis. En dan is het nog 170. Interessant. Was het even. 92, Jones required 24. Wade kan weer op voorsprong komen. Centimeter zakken. Keurig. Dus Anderson weet nu ook, wil hij ook nog eens zijn zevende overwinning op rij pakken in de Premier League? En dat record verder uitbouwen, persoonlijke record. Dat hij nu drie legs achter elkaar moet winnen. Terwijl de heren Chisnell en Wright al warm lopen. Nou ja, niet te hard hoop ik. Want er zit eerst nog Michael Smith en Phil Taylor tussen. Ach ja. 140. Ja, we weten wat deze man kan. 2 keer op rij wereldkampioen geworden. Als hij eenmaal in dat ritme zit, dan is hij lastig te stoppen. Hij gaat op 5-5 komen. 100. En dan wil ik toch weer dat woord interessant laten vallen. Kijk. Hij maakt het lekker vlot af. Oh ja, oranje overal. Kan natuurlijk ook. Nou, alles kan als maar oranje is. 137. Zoek het vast op, strijk het, leg het klaar. Ja, bedoel, het is nog even. Zes weken. Voor je het weet is het zover. 140. Van Wade in de leg die hij zelf is begonnen. Kijk, het gemiddelde van Anderson is inmiddels de 100 gepasseerd. Dat terwijl we weten dat zijn finishpercentage met name in het begin van de wedstrijd niet bijster goed was. Maar hij herstelt zich dus aardig. 140. Ja, hij staat gewoon weer als een wereldkampioen te gooien. Kijk, het is sindsdien zo makkelijk. Hè, dit. Zoiets. Dit is zo makkelijk. 140. De 9 darts bij 81, Gary Anderson. En Wade kan het even niet bijbenen. Maar ja, kan Anderson het dan ook afmaken? Kan hij het punt hier pakken? Kan hij voor het eerst op voorsprong komen? Dubbel 6, Gary Anderson is de naam. From Scotland. The Flying Scotsman pakt 5 van de laatste 6 legs. De beste man stond 4-1 achter. 16. En begint dan vervolgens met 60. Ook dat kan. Deurtje open. Kan allemaal. Laatste leg van de partij. 100. We gaan meteen weer tot het gaatje. 140. Wade kan sowieso in punten al niet meer naast Anderson komen. Het enige wat hij nog kan bereiken is dat het verschil 2 punten blijft. 60. Maar hij heeft moeite om bij te blijven. 97. Kijk, dit zet zo aan de dijk. Dat is 180 nummer 3 voor The Machine. Die als eerste op een finish komt. Ja, dit antwoord is wel weer lekker van Anderson ook. Wade mag het proberen. Weer 161. Weer gooit hij hem eronder, die eerste pijl. En dan krijgt Anderson hier de kans om gewoon de volle 2 punten mee terug naar Schotland te nemen. Triple 19 en dubbel 11 te krijgen. Hier 2 voor zijn dubbel. Nu zal het er eentje worden voor Tops. 39. En dat is niet genoeg. Niet de 7e overwinning op rij voor Gary Anderson. Oeh, Wade mist de triple 14. Hij gaat over dubbel 10. 1 pijl. En die gaat erin.
James Wade en Gary Anderson, zij delen de punten. Net als ze dat vorig jaar deden in hun tweede ontmoeting in de Premier League. Het eindigt hier in 6-6.